niet zo leuk om te doen. Ja. Maar dit soort praatjes te houden. Maar Bert, bedankt. Volgt een activiteit hier bij het talentencentrum. Dat heeft u allemaal in de krant kunnen lezen. Maar we hebben hier in Koevoorde een heel... Maar goed, hij is de wethouder, dus ik denk dat hij eerst ook nog even een paar woordjes wil spreken. Ja, dankjewel. Een beetje met een knoop in mijn avond. Want toen ik vanochtend zag opeens dat hele mooie enthousiaste artikel over de opgedaan. Dan wordt hij toch wel spannend hoor. Ja. Ik voelde mij dus, nou, net de vraag van Jeanette Koenzaal, wie volgt er hier allemaal dat hier staat. En ik weet nog goed, je hebt net al een beetje eigenlijk aan het eind van het gesprek enthousiasme niet verloren gaat, maar dat het niet iets wordt waar je en daar samen stappen in gezet. Nou, vervolgens kwam het initiatiefvoorstel, dat is het jij ook al mooi te pakken dat dat de eerste keer was. En waarschuwing misschien of een aantal tips, want er moet meteen mijn eindplaatje in te staan. Dus dat gaat niet om, volgens mij de hele week heb je de zaal aan de ene kant hun passie voor het instrument of voor de kunst van overdragen. Mensen die zeiden, ja, maar wacht eventjes, het is allemaal vrijwillig. En dan maak je die stap wel naar die professionele muzikant. En als je dat antwoord geeft, dus meteen ook die twee die waren helemaal over zijn. Nou, dan is het, ik heb nog even gedaan wat zou Maxima nou gezegd hebben. En je hebt daar niet een beetje geld voor over. Dan is dat een beetje goed. Die wil graag een steentje of een steuntje bij de bijdrage in de financiële zin. Een verzoekje, en dat is dan van de vrouw die anoniem mensen blijft. Het enige wat mooier kan worden volgens mij. Dus heel veel succes. Is het aan jullie de eer, Jeroen weet hoe het werkt? We zouden geen talentencentrum zijn zonder live muziek. Dus... Ja, volgens mij is er iemand hier die er nog veel beter kan. En op onze website leest u wat meer dingen over wat wij als reageren. Dus kijk straks allemaal naar het talentencentrum Koevoorde. Een handje zou hem meehelpen. En inderdaad, er zijn meer sponsoren overgestuurd. Iets te doen. Want in onze doelstelling, vaak kunnen jullie zoals stelling talentenontwikkeling. Dus zou iemand heel goed kunnen zijn. En waarom onmiddellijk bereid om jullie daarvoor bij te zijn, 21 jaar bezig. Om te doen wat aanboden. En werd dat niet gezien. En mijn man was schuifde dat niet en dachten dat het niet waar was. Toen is het en nodig was dat af en toe kinderen een extra handje, een heel stuk van onze klas weg te nemen. En met het doel mee pas, beslist, vergaderd. Wat wij doen natuurlijk is vooral fietsen, laptops, reisgeld. Maar gelukkig is de MBO bij die jaren dat kunnen voorzien. Nu gaat even Nienke en Justin naar voren. Die gaat bij Klaas Boonstra volgens zijn de gitaaractiviteit en Justin. Nu eventjes weer de zaal.